Meer dan 160 mensen hebben zo hun bedenkingen bij de plannen voor een nieuw flatgebouw op de Oosteroever in Oostende en ze hebben daar zelfs bezwaar tegen ingediend. Op de plek waar het gebouw moet komen zijn er nu nog bedrijfjes die iets met de haven te maken hebben. En die sfeer daar, die band met de haven, die moet blijven, zegt Christophe Cornelis van de belangenvereniging Oostense Oosteroever. Daar zijn een 110-tal bedrijven actief met watergerelateerde activiteiten. Er zijn ook scheepswerven enzovoort. Dus in die context is een appartementsbouw er niet echt op zijn plaats. En door de bouwprojecten, dus men is van plan om een soort mini-Las Vegas te bouwen op de Oosteroever. Er mag natuurlijk vernieuwd en geïnvesteerd worden. Het wordt bewust een beetje verloederd gelaten. Maar het zou zonde zijn om 973 arbeidsplaatsen zomaar verloren te laten gaan. Enkel en alleen omwille van de bouw van een appartement.